staan hier midden in het tomatengewas. Om te zorgen dat de plant netjes omhoog groeit, gebruikt men clips. Of men heeft de techniek ontwikkeld om de plant te draaien rondom het touw. Het draaien vereist een bepaalde techniek. Men houdt de plant goed vast. Men ontlast eigenlijk de plant om het gewicht. Men draait het touw rond de plant. En probeert zo ook de bladeren netjes te begeleiden. Ja, als men de techniek van het draaien hanteert, wordt de sapstroom een beetje afgekneld, waardoor de plant net iets anders uitgroeit. Ja, de voordelen zijn dat je geen materiaalkosten hebt en je bent natuurlijk iets duurzamer bezig. Er zijn ook nog wat nadelen te noemen van draaien. We hebben natuurlijk veel meer ervaring nodig bij de medewerkers. We hebben kans op gebroken koppen. We veroorzaken wat stress aan de plant. En we hebben ook nog de leercurve, dus de tijd die je besteedt aan het draaien, wat ook aanzienlijk hoog is ten opzichte van klippen. Ik plaats een clip aan het touw onder de eerste uitgroeiende blad. Men doet dat op geluid. Men hoort heel duidelijk het klikgeluid van de clip. En hierdoor laat je de plant eigenlijk vrij groeien, zodat hij niet afgekneld wordt als men plant zoals men dat bij draaien doet. Ja, zo is bij iedere gewas keuze belangrijk van de kweker en hij baseert zijn keuze op de stand van het gewas. Op het moment dat de stengel heel erg dik wordt, is het slimmer om te gaan klippen. Is het een erg groeizaam gewas, dan is de keuze voor de kweker om misschien beter te gaan draaien. Voordelen van klippen. Je kan het enorm snel aanleren. Je kan je gewas genetief sturen. Je hebt veel minder kans op schade. En uiteindelijk gaat het allemaal veel sneller. Nadelen van klippen zijn er ook. De aanschafprijs van de clips. We hebben natuurlijk iets meer afvalkosten bij plastic clips. En natuurlijk iets minder duurzaam imago daardoor. Steeds meer kwekers kiezen ervoor om te gaan klippen. We hebben natuurlijk de plastic clips. En daarnaast hebben we de clips van polylactic acid, van melkzuur. Die natuurlijk biologisch afbreekbaar zijn. Ja, er is ook een combinatie mogelijk tussen draaien en klippen. Ja, bijvoorbeeld hier in de winterperiode zijn deze geplant. Hebben ze in het begin eerst geklipt, zodat je met de winter wat dikkere stengels hebt. Daarna hebben we meer groeilicht gekregen, waardoor de plant sneller is gaan groeien, waardoor men makkelijker is gaan draaien.